kijkers van Online Games, van hartelijk welkom weer terug bij een nieuwe informatie of video. Goed jongens, de zomerstop is vanaf nu officieel gedaan. Jongens, van hartelijk welkom weer terug bij de informatie of video. Hoe wij vanaf morgen, 16 augustus, gaan beginnen. Hoe gaan we starten weer met ons kanaal? We gaan natuurlijk ons kanaal gewoon weer lekker hervatten. Waar wij vorige maand waren gebleven. Ja, 4 weken zijn er tussenuit geweest. 4 weken, jongens. Nou, dat is wel lekker. Sommigen die moeten weer werken. Sommigen hebben nog vakantie, zoals ik. Ik heb nog een weekje vakantie, maar dat doet er iemand niet toe. We gaan gewoon vanaf morgen kijken wat gaat worden. En ja, we gaan ook zien wat wordt het nieuwe seizoen. En, ja, ik heb natuurlijk wel een afbeelding laten zien op Instagram naar Facebook. Want er komt een 4e seizoen van een serie. En dat is, ja... Ja, jullie weten het denk ik vast wel. Uiteraard, natuurlijk, van maandag tot en met vrijdag om 4:30, namelijk Minecraft Survivor. Ja, ja. We gaan het gewoon lekker, het 4e seizoen gaan we lekker doen, Minecraft Survivor. Ik bedoel, het is gewoon een hele toffe game. Dus Minecraft Survivor is weer terug. En dat gaan we lekker doen. Natuurlijk, zoals altijd, van maandag tot en met vrijdag hebben we altijd al gedaan. Dus ja, dat laat dus ook. Maandag tot maar vrijdag 4:30, Minecraft Survivor. Ik heb gewoon de tijdstip ook gewoon gedaan. Ik wou ze eerst veranderen in 6 uur, 7 en 8 uur. Maar ik dacht van, ja, weet je, we kunnen het ook gewoon zo doen. Dan, dus dat was eigenlijk de 4:30 van maandag tot maar vrijdag, Minecraft Survivor. Dan is er natuurlijk ook nog wat veranderd. Natuurlijk, Planetcoast kwam natuurlijk eerst altijd om 4:30. Ja, dat is natuurlijk nu een uur verplaatst naar de 5:30. Daar staat nu Planet Coaster, dat op de maandag, dinsdag en op de donderdag komt, ja. Hij komt niet meer 4 keer per week. Want volgens mij hadden die wel eerst 4 keer per week gedaan. Dat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag toen. Maar nu gaat het dus naar 3 keer per week. Omdat, ja, Minecraft Survival is 5 keer, dus moest ik iets verandering inbrengen. Dat heb ik dus ook gedaan. Dus, Planet Coaster 3 keer per week. En uiteraard... Op de woensdag en op de vrijdag om 5:30 nog gewoon lekker Mafia 3. Dat blijft nog gewoon. We gaan gewoon er ook mee weer verder hervatten. En op de maandag 6:30 komt ook Mafia 3. Maar dat is dus ja om de 18:30 tijdstippen. Dus Mafia 3, maandag 6:30. Woensdag en op vrijdag om 5:30. En Planet Coaster om 5:30. Maandag, dinsdag en op de donderdag. Dan gaan we door met de 6:30, ja. Maandag 6:30 Mafia 3. Maar wat nu ook heel nieuw is. Op de dinsdag en op donderdag ook een nieuwe serie. Ja, we hebben die natuurlijk. Ja, Call of Duty Advanced Warfare. Ja, dit krijg ik ook de laatste paar weken. Vanaf dat ik de laatste video van mij voor zomerstop heb opgenomen. Kwam ik die melding. Maar goed. Call of Duty Advanced Warfare. Die is ouder dan die. Call of. Niet Modern Warfare Remastered. Maar die andere... Infinity Warfare heet die. Die is nog ouder. Ja, Infinity Warfare. Die heb ik niet meer. Die heb ik zelf verkocht. Ik heb Remastered. Die heb ik nog wel. Dus dat gaan wij op de dinsdag en op de donderdag doen. Maar 6:30. Dan. Op de woensdag 6:30. Komt, ja, hij komt er gewoon weer. Ik ga het er gewoon weer bij zetten. Voetbalvoorspelling seizoen 21-22. Het seizoen is natuurlijk al bezig. Dat klopt. Ik heb hier en daar wel wat voorspellingetjes een beetje gedaan. Dat heb ik even offline gedaan. Maar dat zullen jullie aanstaande woensdag gewoon weer zien. Hoe en wat. Maar dat zul ik jullie ook laten zien. We gaan ze gewoon weer lekker voorspellen. En dan op de vrijdag om 6:30. Ja, we laten even... Nog bijstaan FIFA 21 Ultimate Team. Ik weet niet hoe lang. Maar zullen we nog wel zien. Dus die blijft gewoon lekker 1 keer per week. Dat is genoeg voor in ieder geval de komende periode. Dan natuurlijk de zaterdag. Ja, hij blijft gewoon doorgaan. Om 2 uur. Zaterdag vanaf 4 september pas. 4 september. Dan pas. Komt er een nieuwe serie. Serie NNB betekent nog niet bekend. En dat zal tot 27 november duren.
Dus periode van 3 maanden. En dan zijn we in de laatste maand december. Dan is het dan alweer de laatste maand van het jaar 2021. Want we zitten alweer in de 8e maand. Halverwege de 8e maand. Dus dan weet je dat. Dus dit is hoe we het gaan doen. Vanaf 4 september nieuwe weekendje werken. Dat weet ik nog niet. Maar daar ga ik ook een beetje over nadenken. Ik heb er stiekem wel een beetje over nagedacht. Maar ik ben er nog niet zo 100% van uit. Dus ik weet het allemaal nog niet. Maar vanaf maandag en vrijdag staat daar in ieder geval voor vast. Voor de komende tijd. Dan hebben we nog wat. Natuurlijk. Kijk, vanaf 4 september, wat komt er dan? Aanstaande zaterdag, want er komt geen weekendserie. Maar er komt wel video's aan. Dan zijn het eigenlijk 2 weken voordat er, ja, 2 zaterdagen moet ik zeggen, dat er niks komt. Maar daar heb ik al voorbereidingen gedaan, ja. Ik heb er wel iets gedaan. Dat zal ik jullie ook even meteen laten zien. Kijk, 21 augustus valt op een zaterdag. 2 uur, stand keukenkampioen divisie. KKD staat erin. KKD, afkorting van keukenkampioen divisie. Oftewel, de eerste divisie van het voetballen. Dan gaan we doen wat wij eigenlijk, ja, vorig seizoen hebben dat in de voetbalvoorspellingen gedaan. Maar nu gaan we dat dus apart doen. En dan gaan we kijken wie wordt de 20ste, wie wordt de eerste, wie wordt er, ja, dit en dat. Soort shit, dat gaan we doen. De voorspellingen die zijn niet in première, dat niet. En de week erna gaan we de eredivisie doen. Dus dat is tijd. Dus de eredivisie komt 28 augustus. Ja, er zijn ook Europese wedstrijden, maar die zijn aanstaande woensdag. En ja, ik heb daar helemaal geen tijd voor om die te doen. Wanneer moet die op gaan nemen? Ja, morgen. Ja, vandaag eigenlijk. Maar ja, dat gaat dus allemaal niet. Dus dat van, weet je wat, laat maar zitten, want in de zomerstop waren het ook allemaal van zulke wedstrijden. Dus dat doe ik even niet. Dat doe ik pas vanaf de groepsfases. Doe ik denk ik wel weer voorspellen. Alleen, ja, ik weet niet zeker of FIFA 22 ga kopen, maar ik denk het van hier, want het lijkt allemaal bijna op hetzelfde. Is heel vaak. Maar, wie weet, want ze willen iets met PES doen, dat het geen deel komt, maar dat je hem kunt downloaden of zoiets. Ik weet het allemaal niet. Maar goed, de volgende infovideo is heel belangrijk. Die staat 26 september. Ja, ik ga het nu vanaf nu van, ga het anders doen. Elke maand op het einde van de dag, dus de laatste zondag van de maand, komt er een informatievideo. Ja, ik kan hem ook wel in augustus zetten, maar dan hebben we over 2 weken, 29 augustus, weer een nieuwe informatievideo. Ja, dat is gewoon te kort. Dat is gewoon te kort. Daarom doen we het maar zo. Dus de infovideo op 26 september, dan komt er een nieuwe informatievideo. Dus dan gaan we ook alles gaan zien. En dan, ja, dan zijn deze natuurlijk al een maandje bezig. Vanaf 4 september komt hij dus. Dus de eerste zaterdag van september komt hij dus. Dus ja, dit is het dus eigenlijk. En verder is er niet veel. Wat is dit hier eigenlijk? Dat is voor zo. Ja, dit is allemaal klaar. Ik wil dit er eigenlijk helemaal eruit halen. Delete selectie om. Niet dat ik alles verwijderd. Nee, gelukkig niet. Goed, maar dit is het dus. Ik wil deze even iets lager zetten dan deze. Dus deze hier. Dit is dus aanstaande zaterdag en deze is dus voor de week erna. Ja, deze is gewoon ook om 2 uur. Dat staat, ik hoef niet per se de tijd, maar het is... Dus ja, jullie begrijpen wel dat het allemaal duidelijk is. En dit is de opname zien vanaf morgen. Ja, maar 5 Minecraft Survival. Lekker dan. Deen na de zoom zo. Bam, Minecraft Survival. Het 4e seizoen. Goed, nou. Dit was het eigenlijk, denk ik, jongens. Goed, ik ga het hier eens verlaten, jongens. Wij zien elkaar morgen om 4:30 terug met Minecraft Survival. Ik hoop dat jullie er morgen gewoon al lekker bij zijn. En dan... ja, ga weer eindelijk van start. Goed kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen om 4:30 bij het nieuwe seizoen van Minecraft Survival, jongens. Mazzel!